Wouter, ik zie weer een glimlach. Lekker om weer te trainen. Ja, ik ben ook lang genoeg vrij geweest. Ik ben al begin mei ergens gestopt in Australië. Dus ook wel lekker om weer op veld te staan. En, ja, we hebben maandag de eerste training gehad. Gisteren rustig getraind. Individueel. En nu weer voor het eerst met de hele groep. Dus ja, het is lekker op veld te staan en weer te beginnen. Want de competitie begint ook zo alweer. Heb je een goede vakantie gehad? Fris in het hoofd? Ja, nee, moest veel geregeld worden natuurlijk. Ik een hele vuist. Ik ben uit Australië. Alles ingepakt. Hele appartement leeg. Huis helemaal leeggemaakt en alles hier deze kant uit gestuurd. Dus dat moet ook nog opgehaald worden. Maar nee, we hebben een goede vakantie gehad en lang genoeg. Dus nu weer fris beginnen. Een behoorlijke onderneming om dat weer op te richten. Het is ook een behoorlijke onderneming om deze club weer op te richten. Dat heb je ongetwijfeld ook gemerkt. Nou ja, goed. Het is nog maar het begin van de voorbereiding. Maar ja, er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd in het verleden. Maar ik hou er niet zo van om in het verleden te praten. We moeten over dit seizoen praten. En ik hoop dat het zo snel mogelijk voor elkaar komt. En er zijn de juiste mensen voor aan de slag, hoop ik. Krijg je daar iets van mee? Kun je meepraten met die plannen? Of hoor jij dan ook bijvoorbeeld van spelers die eventueel jou bellen van hoe is de situatie nu bij Twente? Nee, spelers bellen mij niet. Ik had een Australisch nummer, hè, dus dat is lastig. Maar nee, ik word af en toe op de hoogte gehouden door de technische mensen. Maar nee, ik bepaal dat natuurlijk niet. Ik ben niet degene die daarvoor verantwoordelijk is. Waar het mogelijk is en waar het gevraagd wordt, zal ik meedenken. Maar dat is een andere mensen. Ben je dan ook zo iemand die zegt van laten we het helemaal maar vergeten. Inderdaad, ook niet meer de krant openslaan op de ochtend als je een ontbijtje zet? Nee, daar heb ik geen last van. Uiteindelijk moet je het ook kunnen relativeren. En binnen het veld ga ik er alles aan doen om deze club omhoog te helpen. En daar zal ik mijn steentje aan bijdragen en zal ik alles vergeven. Maar goed, ik ga dat niet alleen kunnen en niet alleen doen. Dus er zullen nog wat spelers bijgehaald moeten worden om het elftal op te krikken naar een niveau, zodat wij kunnen meespelen voor promotie. En dat is natuurlijk wel het doel. Ja, maar als je ook heel realistisch bent, en ik snap dat je dit ook zegt, maar de trainer stond hier net op jouw plek en die zegt ook van ja, ik moet volgende week nog mijn handtekening zetten. Ik weet nog niet met wat voor budget ik kan gaan werken. Ik weet niet wie er wel en wie er niet kunnen komen. Ik weet nog niet wie er gaan vertrekken. Er is wel heel veel onzekerheid. En natuurlijk is nog geen enkel team klaar zo aan het begin van de voorbereiding, maar hier... Nee, maar het is ook zo. Maar iedereen weet waar Twente nu vandaan komt. En dat we niet in een ideale situatie zitten. Maar om daar nu al allemaal dingen over te gaan roepen en negatief over te zijn, dat vind ik nog te vroeg. Dus laten we de mensen aan het werk zetten die daar aan het werk zullen moeten daarvoor. En laten we afwachten wat eruit komt. En ik heb er wel vertrouwen in. Maar goed, we zullen zien. Dat is een beetje de pathetische boodschap zo aan het einde. Zonnetje schijnt. Het veld is weer goed. Ja, nee, maar ik ben vrolijk vandaag. We hebben lekker weer bij een goed veld. We hebben lekker kunnen trainen. Dus als dan weer een beetje negatieve klank komt, hoop ik dat dat omgezet wordt in iets positiefs dit jaar. En natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Daar zijn we ons allemaal wel van bewust, denk ik. En de mensen die aan de slag moeten ook wel. Maar nu al daar allemaal dingen over te gaan roepen en te gaan zeggen, vind ik nog veel te vroeg.